Vandaag spelen de twee verantwoordelijk wethouders een potje mee. Op het veld van korfbalvereniging RSV Sperwers in Rotterdam-Zuid. Deelname is niet verplicht, maar wie eenmaal meedoet moet 2 keer per week komen opdraven. Want anders... Ja, dan krijgen we een boete op ons geld. Ze kennen je korten. De eerste keer 30%, de tweede keer is gewoon heel je uitkering is gewoon weg. En doordat ze hier lid zijn van de vereniging, gaan ze straks weer meer van het leven genieten en misschien uiteindelijk wel werken. Uiteindelijk? Ja, want het is natuurlijk niet de eerste. Dit is de eerste stap om mensen terug vanaf de bank in beweging te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Voor het sportproject met langdurig werklozen wordt €180.000 uitgetrokken. En dat heeft vooral in het begin te maken met dat er veel professionele begeleiding ook nodig is. Je moet goed dit inregelen, je moet goed kijken hoe dingen werken. En er is ook een psychiater bij, omdat sommigen ook echt begeleiding nodig hebben. Als je problemen hebt... Je gaat niet aan sporten denken, want je zoekt een uitweg voor de problemen om op te lossen. Maar als je niemand die helpt, ja, dan ga je de goot in. Eerder is al eens een project gestart om duizenden langdurig werklozen in het Westland aan het werk te zetten. Tot nu toe zijn daardoor 80 mensen de bijstand uitgestroomd. Naar aanleiding van dit project hebben we wel bijstand veranderd landelijk. Dus veel flexibeler bijstand inregelen. En natuurlijk de schijnconstructies die Poolse uitzendbureaus hebben opgezet aan de kaak kunnen stellen. We staan nu op de reservelijst. Nu heb ik nog niks gehoord. Dat kan ook nog een tijd duren. Ja. De lijsten zijn heel erg lang tegenwoordig. Hoeveel werklozen via sporten uit de bijstand stromen? De wethouder doet er geen voorspellingen meer over.